deze nieuwe video. Vandaag ga ik een aantal juicy vragen beantwoorden. Dit is de allereerste YouTuber tag. Ik heb dit gezien bij Sovadas Live. Dit is een video tag die een beetje rondgaat in Amerika. Maar ik dacht, ik breng het naar hier, want ik vind het heel leuk om die vragen te beantwoorden. En ik denk jullie ook. Wat houdt dit nou precies in? Er is een hele lijst met vragen specifiek gericht op YouTubers. En ze gaan ook allemaal een beetje over social media, YouTube dingetjes en zo. En het zijn best wel juicy vragen, dus ik heb ze nog niet allemaal gezien. Ik heb wel haar video gezien, maar ik ben alweer vergeten welke vragen het allemaal waren. En ik heb net ook nog niet gekeken. Dus ik heb nog niet echt antwoorden voorbereid. Dus ik ga het gewoon lekker spontaan doen hier voor de camera samen met jullie. Ik heb zo'n soort video nog nooit eerder gemaakt. Ik heb wel een aantal video's gemaakt waarin ik jullie vragen beantwoord. Maar nog nooit gewoon random vragen die al gewoon vaststaan. Dus die niet vanuit jullie komen. Dus ja. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Mensen vragen altijd wat ik op mijn lippen heb. Dus ik zal het maar gewoon gelijk vertellen. Ik heb dit Essence Lip Pot loodje op. Dit is een beetje een paarse kleur. In de kleur 11. En ik heb een gloss op van Juvia's Place. In de kleur Fumi. Deze gloss is prachtig bij vrouwen met een donkere huidskleur. Ik had het gezien op een foto. Ik dacht echt, wauw. Bij mij is hij iets minder mooi. Omdat ik zo'n lichtere huidskleur heb. Maar ik vond het wel leuk met de vibe en de achtergrond van vandaag. En jullie weten, ik hou ervan om in elke video er heel anders uit te zien. Ik ga heel even de vragen erbij halen, want ik heb een screenshot gemaakt. Hopelijk heb ik het niet gedeleteerd. Weet je dat ik heel vaak een screenshot maak van iets? En dan moet ik het hebben voor een video of zo. En dan even later, dan ga ik weer ineens drastisch alles deleten. En dan delete ik dat ook. Dat is niet zo handig. Ja, volgens mij heb ik het gewoon weer verwijderd. Echt, jongen. Ja, ik heb de vragen gevonden in mijn verwijderd map. Oké, jongens. Het zijn, hoeveel vragen? Het zijn 16 vragen. Dus echt wel een aantal. Let's do this. Oh mijn god, pak er iets lekkers bij. By the way, iets te eten, iets te drinken. De vragen zijn wel in het Engels, maar ik ga ze even vertalen naar het Nederlands. Vraag 1. Heb je ooit een product gekregen en ook gebruikt en je vond het niks en toen nooit geplaatst online en nooit iets over verteld? Ja, zo vaak. Ik krijg best wel vaak producten. Dat kan make-up zijn of wat anders. Skincare, kleding, maar ik zal het even houden op make-up vooral, omdat ik dat het meeste krijg. En ik heb echt wel eens make-up gehad en gebruikt en ik had echt iets van dit is echt slecht, ik ga dit niet eens laten zien, ik vind helemaal niks. Ik maak of course heel vaak video's over slechte make-up en daarin laat ik het wel vaak zien, maar er zijn ook wel een aantal keer producten geweest waar ik het helemaal verder niet meer echt over heb gehad. Het is voor mij sowieso niet mogelijk om elk product te laten zien, maar ik probeer altijd wel zoveel mogelijk te laten zien, maar er zijn zeker een aantal producten geweest die jullie gewoon nooit hebben gezien, omdat ik ze gewoon slecht vond. En ik ben toch wel, zoals je al wel weet, als je mij al een aantal jaar volgt, ben ik een heel positief persoon. Ik hou mijn kanaal ook heel positief, dus ik probeer me altijd vooral te richten op positieve producten die gewoon goed zijn en dat soort dingen. En wat het ook af en toe is, is dat ik iets krijg van een relatief klein make-up merkje, make-up bedrijfje die net beginnen en dat soort dingen. En dan vind ik iets niet goed en dan wil ik hun niet helemaal gaan bashen online, want ze beginnen al net. En Lord knows hoe moeilijk het is om een bedrijf te beginnen. En vooral als je net begint, kan het echt finesse zijn als iemand op YouTube of op Instagram jouw hele product basht. Dus daar let ik ook wel een beetje op. En dan doe ik dat toch liever gewoon niet. Dan praat ik er gewoon niet over. Vraag 2. Zijn er producten die jij gebruikt, maar nooit laat zien online? Ja, en dat zijn vooral producten die niet meer te koop zijn. Bijvoorbeeld, ik heb hier een blush van MAC. Die is in samenwerking met Patrick Star. Maar deze is niet meer te koop. Maar ik gebruik hem echt nog super vaak. Altijd in het weekend, wanneer ik iets ga doen, gebruik ik hem nog. Maar ik laat hem gewoon niet meer zien op mijn kanaal, want hij is er niet meer. En voor mij heeft het niet echt nut om jullie producten te laten zien die jullie niet eens kunnen kopen. Deze was van een hele collectie met Patrick Star. Maar ja, die was er maar eventjes. En het is ook echt al 2 jaar geleden. Dus het heeft echt geen nut maar om het te laten zien. Dus ja, er zijn producten die ik nooit laat zien op mijn kanaal. Maar die ik wel gebruik gewoon hier in mijn uppie als ik me gewoon klaarmaak voor whatever. Vraag 3. Nou wordt het een beetje juicy. Zijn er producten die je wilt maar niet koopt omdat je het merk gewoon niet support? Ja, ik heb nog laatst een anti-haul video gemaakt waarin ik het heb gehad over producten die ik niet ga kopen. En er zijn inderdaad producten die ik gewoon wil maar niet koop omdat ik gewoon het merk niet support of de persoon niet support. Bijvoorbeeld als het een make-up product is of een make-up lijn van een YouTuber, vlogger, Instagrammer die ik niks vind, dan koop ik daar ook niks van. Ik had
had ook bijvoorbeeld in die video verteld dat ik niks meer koop van Jaclyn Hill. Omdat ik haar gewoon niet meer support. Omdat ze gewoon een aantal streken uithaalt waar ik gewoon niet echt van ben gediend. Dat heb ik ook helemaal in die video verteld. Daar ga ik nou niet weer helemaal opnieuw vertellen. Maar heel kort verteld is dat ze alleen maar video's uploadt vlak voordat ze weer iets gaat verkopen. Of mensen zijn niet zo blij met hun product en ze kaarten dat aan en dan is zij super bold. Dus wanneer ik het gevoel krijg dat het mensen alleen maar gaat om het geld of hun zijn echt super rude, gewoon echt heel erg bold en arrogant, dan ga ik echt niks meer kopen voor jou. Ik hoor ook heel vaak van mensen, ja daar heb ik schijt aan, ik vind het product gewoon goed, ook al vind ik haar niks, ik wil het product, whatever. Maar je stemt met je geld, je support met je geld. Dus als jij toch iets koopt van die persoon, support jij alsnog die persoon. Dus ja, daar let ik wel echt op. Nummer 4. Heb jij woorden geblokkeerd op je YouTube kanaal? Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Voor de mensen die het niet weten, als jij een YouTube kanaal hebt, heb je de optie om bepaalde woorden te blokkeren. Dus bijvoorbeeld jij blokkeert het woordje boom. Boom heb je geblokkeerd. Dan iedereen die een comment zet onder jouw video waarin het woordje boom staat, die hele reactie wordt geblokkeerd, wordt niet geplaatst, zie ik ook niet. Ik kan het wel zien als ik ga naar mijn geblokte reacties gebied, daar kan ik ze zien, maar ik kan ze niet zien onder mijn video's. Jullie kunnen ze ook niet zien. Ze worden gewoon niet geplaatst. En ja, ik heb een aantal woorden geblokkeerd. Zoals geldwoorden heb ik geblokkeerd. Want ja, daar ben ik gewoon niet van gediend. Ik heb niet heel veel woorden geblokkeerd. Omdat ik toch wel wil dat men gewoon vrijuit kan praten onder mijn video's. Maar echt woorden zoals geldwoorden, zoals hoer of... dat soort dingen, ja. Ik had ook best wel vaak dat als ik een shoplog plaatste, dus dat je mijn hele lichaam ziet, ik ben een beetje aan de meer vollere kant, dat ik af en toe een paar verdwaalde mensen kreeg, verdwaalde mannen, die mij dan uitschulden voor walvis, bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja, en die woorden blok ik gewoon. Blok ik gewoon als hoer, walvis. Ja, gewoon een beetje de cliché dingen, die heb ik allemaal geblokkeerd. Dus als je daarover iets plaatst, zie ik het niet. Bye bye. Nummer 5. Verwijder jij reacties? Ja, maar ik krijg bijna geen reacties die ik zou willen verwijderen. Ik verwijder bijna nooit iets. Ook omdat ik dus een aantal woorden heb geblokkeerd. Dus al die hele heftige negatieve haatreacties komen er sowieso al niet. Maar ja, ik verwijder af en toe comments. En dat doe ik echt alleen maar als mensen super bot zijn naar mij of naar een andere persoon in de comments. Want dat gebeurt ook vaak. Ja, en dan delete ik het gewoon. Maar ik moet zeggen dat het echt bijna nooit voorkomt. Echt misschien 1 keer per 2 maanden of zo, weet ik het. Ik krijg sowieso echt bijna geen haat. Iedereen die mijn video's bekijkt, jullie zijn allemaal super lief, super aardig, vriendelijk, ook naar elkaar toe. Dat vind ik ook altijd heel leuk om te zien. Dus het gebeurt echt bijna nooit dat ik echt iets delete. Nummer 6. Blok je mensen? Ja, gelijk. Echt no shame in the game. Ik blok je ass gewoon gelijk. Als jij haat zet onder mijn video's of gemeen bent, rude bent, al die dingen die ik net al zei, ik blok jou gewoon gelijk. Ik delete jouw comment en ik blok jou. Dat gaat altijd gewoon hand in hand. Ik wil geen negativiteit onder mijn video's. En mensen, begrijp me niet verkeerd. Dat doe ik echt alleen als het echt absurd is. Als mensen echt gemeen zijn. Als mensen gewoon kritiek hebben of dat soort dingen. Dat mag altijd. Voordat ik jouw reactie delete en jouw blog, ben je echt te ver gegaan. Nummer 7. Heb je ooit gelogen over een product omdat je gewoon een goede relatie wilt behouden met het make-up merk? Nee, want ik heb niet echt relaties met make-up merken. Tenminste niet zozeer dat ik echt per se goed wil praten erover. Ik ken die mensen ook helemaal niet persoonlijk. Je ziet ook vaak bij de wat meer grotere YouTubers en zo, dat ze echt de mensen van de merken leren kennen en echt persoonlijke relaties creëren met hun. En dan krijg je toch wel, ja, wel eens dat mensen toch niet slecht gaan praten over iets omdat ze die persoon kennen. Maar dat heb ik echt totaal niet. En het boeit me gewoon niet. Als ik iets gewoon niet goed vind, vind ik het ook gewoon niet goed. Het komt werkelijk waar nooit voor dat ik een gehele make-up merk slecht vind. In elk make-up merk heb je goede en slechte producten en het is nou eenmaal hoe het is. Ik ben gewoon een kanaal die make-up reviewt. Dus als je iets reviewt, moet je het ook af en toe gewoon slecht vinden. Dat gebeurt gewoon af en toe. En dan is het niet de bedoeling dat ik altijd maar goed praat over dingen om een goede relatie te houden met het make-up merk. En ik denk ook niet dat merken dat willen. Ik ga er tenminste ook wel echt van uit dat hun ook gewoon echt
feedback willen hebben. Want ja, anders kunnen ze zichzelf ook niet verbeteren. Dus niemand heeft er iets aan als ik goed praat over iets wat slecht is. Jullie hebben daar niks aan. Ik heb daar niks aan. En het make-up merk heeft er ook niks aan. Dus ja. Vraag nummer 8. Heb je wel eens een make-up product geprobeerd? Je vond het goed en later heb je het vaker gebruikt en toen vond je het slecht. En heb je het jouw publiek nooit meer laten weten? Dat gebeurt sowieso niet echt heel vaak. En als het gebeurt, bijvoorbeeld ik heb een eerste indruk video. Wanneer ik iets gebruik voor de eerste keer, kan het zo zijn dat ik het goed vind, later vaker gebruik en dan minder goed vind. Het is dan niet dat ik er een hele video alsnog weer over maak, maar ik laat het vaak wel weer gewoon random weten in andere video's. Gewoon dan ben ik gewoon aan het kletsen en dan zeg ik van, oh ja, deze vond ik toch niet zo goed, want ik heb hem weer geprobeerd en ik vind hem toch niks. Dus op die manier laat ik het vaak nog weten. Het kan zijn dat ik het vergeet. Ik weet nou niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd bij welk product ik dat misschien ooit heb gehad. Maar ik denk wel zeker dat er producten zijn die ik dan alsnog slecht vond en gewoon heb weggelegd. En er helemaal niet bij stil stond om het aan jullie te laten weten. Dus dat kan gebeuren. Ik ben ook maar menselijk. Ik onthoud ook niet alles. Juicy vraag nummer 9. Zijn er influencers die je niet vertrouwt? Ja, absoluut. Ik vertrouw er meer niet dan wel. Het is ook altijd een bepaalde soort influencer. En dat kan zijn op YouTube, maar ook Instagram. Als ik zie dat jij bijna alleen maar gesponsorde dingen plaatst. Gewoon dat ik op jouw Instagram kijk. En er zijn gewoon 5 gesponsorde posts achter elkaar. En ik zie nooit dat jij echt iets oprecht leuk vindt. Of ik zie nooit dat jij gewoon iets plaatst. Gewoon waarvoor je niet bent betaald. En ik zie continu alleen maar betaalde gesponsorde posts. Dan na een tijdje denk ik ook van ja, oké, weet je wel. Zijn er ook nog dingen die jij gewoon oprecht goed vindt. Waar je niet voor wordt betaald en dat soort dingen. En dan ga ik je toch wel echt minder vertrouwen. En er zijn een heleboel influencers die dit doen. Kijk, het is onze baan. Ik heb dat ook vaak genoeg, maar ik laat mij alleen maar sponsoren als ik het product ook echt goed vind. En dat doen hun vast ook wel. Maar als het echt te veel wordt, dan denk ik ook bij mijn eigen kom op. Je komt nou een beetje niet meer oprecht over, als jullie begrijpen wat ik bedoel. En de soort influencers die ik ook niet echt vertrouw, waar ik ook gewoon echt sowieso niet van hou, ik vind ze gewoon echt helemaal niks, zijn vooral de oppervlakkige. Dat elke vlog, elke Instagram post, elke story altijd maar gaat over merkspullen, dure dingen, dat soort dingen, hele dag laten zien wat je allemaal koopt, wat voor dure dingen je hebt en dat soort dingen. Ik snap dat je trots kunt zijn op iets, ik bash ook mensen daar echt niet om, maar als ik continu zie dat jij alleen maar oppervlakkig bent, dat je helemaal geen inhoud hebt, dat je helemaal niet passievol bent over iets. Het is gewoon allemaal oppervlakkige onzin. Nou, met dat soort mensen kan ik ook echt niet. En dan wanneer hun iets promoten, misschien vinden ze het echt oprecht goed, dat kan, dan vertrouw ik het gewoon niet meer. Gewoon puur omdat je gewoon oppervlakkig bent. En dan denk ik gewoon van, ja, je bent zo oppervlakkig, je bent zo obsessed met geld, dat jij gewoon elke gesponsorde iets aanneemt, gewoon puur om het geld. Daar ga ik dan van uit. Hè. Het is niet dat het misschien echt zo is, maar in mijn hoofd, ja, 1 plus 1 is 2. Snap je wat ik bedoel? Ja, en dan vertrouw ik je gewoon niet meer. Dus daar, ik volg echt alleen maar mensen die ik echt ken of die echt passievol zijn in wat ze doen en ook echt iets in te brengen hebben. Die mensen vertrouw ik. En de mensen die alleen maar oppervlakkig zijn en alleen maar sensatie hebben en dat soort dingen, ik vertrouw hun echt voor geen reet. Nummer 10, influencers die je het meeste vertrouwt. Dat is een beetje moeilijk. Ik heb zo 1, 2, 3 niet specifieke mensen waarvan ik denk dat ik ze echt vertrouw. Maar zo wat ik al net zei, eigenlijk is het gewoon het omgekeerde van wat ik net zei. Dus de mensen die ik volg zijn echt passievol in wat ze doen, hebben echt talent. En wanneer ik echt zie dat ze echt moeite doen voor een product en echt hun best doen om dingen te laten zien en dat soort dingen, die mensen vertrouw ik het meeste. Als ik echt merk en echt voel dat je oprecht bent, vaak, je kunt het ook vaak voelen. Hè? Je voelt gewoon op een of andere manier, die persoon is gewoon oprecht. En dan, ja, en dat zijn de soort influencers die ik dan ook echt het meeste vertrouw. 11. Zijn er geheime make-up tips of maniertjes die je heel vaak doet, maar nooit laat zien op camera? Er zijn een aantal dingen die ik gewoon random doe, maar nooit echt laat zien op camera. En dat is dat ik altijd mijn waterlijn hier zo boven, die maak ik altijd zwart. Dat doe ik vaak niet op beeld, maar dat doe ik wel echt iedere keer. Wat is nog iets wat ik nooit echt laat zien?
Ik gebruik vaak mascara primer op mijn onderste wimpers. Daar heb ik wel een aantal keer over verteld. Maar ik laat het niet elke keer zien in video's. Dat heb ik vandaag ook gedaan. Dus dat is ook echt iets wat ik bijna nooit echt laat zien. Maar voor de rest, ik laat eigenlijk gewoon alles zien. 12, oh my god. Heb je ooit een product laten zien alsof je hem gebruikt, maar stiekem heb je iets anders gebruikt? Nee, dat heb ik echt nog nooit gedaan. Oh my god, dat komt niet eens in me op. Als ik iets laat zien, dan is het ook echt hetgeen wat ik gebruik. Maar ik kan het ook niet echt per se switchen met iets anders, omdat je kunt zien wat ik gebruik. Want ik maak video's, dus ik kan misschien begrijpen dat je dit soort streken uithaalt als je alleen maar bijvoorbeeld op Instagram alleen maar foto's plaatst en mensen niet echt in real time kunnen zien wat je gebruikt, maar ik kan dat sowieso niet doen, want jullie zien letterlijk in de video terwijl ik het aanbreng, dus ja, dat zou niet echt kunnen. 13. Ben je ooit gesponsord en heb je dat niet laten weten? Nee, ik laat het altijd weten als ik ben gesponsord. Als ik dat niet vertel of het staat er niet bij, ben ik ook niet gesponsord. Ik had ook laatst op Instagram, ik gebruik heel vaak het masker van Clay & Glow. Ik vind die echt super, super fijn. Ik heb die wel gehad, maar ik ben er niet voor betaald. Als je bent gesponsord, ben je altijd betaald. Als je het gewoon hebt gehad en je bent er niet voor betaald, dan ben je ook niet gesponsord. Dat is een beetje het verschil van de mensen die het niet weten. Dus ik plaatste op mijn verhaal dat ik die gebruikte. Ik plaats vaak gewoon dingen die ik gebruik op mijn verhaal. En toen kreeg ik ook een bericht van iemand van, hey, ben je gesponsord, dit, dat? En toen antwoordde ik ook van, als het er niet bij staat, dan ben ik het gewoon niet. Dus bij mij kun je er altijd van uitgaan. Als ik het niet vertel of er staat niks bij, dan ben ik er ook niet voor betaald. 14. Heb je ooit een slechte ervaring gehad met een make-up merk? Ja, dat heb ik wel eens gehad. Bijvoorbeeld één keer. Ik werkte samen met een best wel groot bedrijf die iedereen kent. En ze hadden best wel haast. Het was een beetje last minute, dus alles moest een beetje snel zijn. Nou oké, prima, geen probleem voor mij. Ik ben altijd best wel snel. Dus ik had de content snel gemaakt en dat soort dingen naar hun gestuurd. Echt like binnen een dag. Hè. Ik was echt super snel. Ik denk, hè, hun hebben haast. Ik zal helpen en een beetje snel doen. Vervolgens antwoordde hun mij pas na like een dag of drie. Dus ik had al iets van, mij had toch haast, hoezo antwoord je pas super laat. En hij moest al online staan binnen een week. En toen antwoordden ze mij echt vlak voordat ik het online moest plaatsen, dat ze toch willen dat ik een aantal dingen verander. En dan denk ik echt bij mijn eigen, oh my god, ik heb nou echt geen tijd meer om het te veranderen. Je kunt me niet like één dag van tevoren laten weten, ja nee, dit moet toch anders. Dan moet ik dus alles weer helemaal overnieuw maken. Dus dat heb ik ook gezegd. En ik dacht echt bij mijn eigen, hoezo snappen jullie dat dit zo op deze manier niet kan? Ik doe heel snel, jullie doen slow. En dan word ik in een soort van positie gezet dat ik ineens alles aan de kant moet schuiven om nog binnen één dag alles te fixen voor hun. Ja, zo werken die dingen niet. Ik vind dat een beetje respectloos naar mij toe. Maar uiteindelijk kwam alles toch nog goed, dus gelukkig. Ik heb ook een keer gehad met een merk dat ze wilden dat ik voor hun iets maakte. De afspraak was dus dat ik een Instagram video van 1 minuut maakte voor hun. Nou, dat had ik gedaan, ik naar hun gestuurd. En dat was de afspraak. Ik zou alleen maar een Instagram video maken. Het staat ook zo in de mail, dat was de afspraak, niks meer erbij. Nou, ik naar hun gestuurd. Volgende dag antwoorden ze mij, hey, wij zouden ook nog foto's willen. En dan denk ik echt bij mijn eigen, ik heb de hele video al gemaakt. Het is de volgende dag. Alle make-up is er al af. Zou dus betekenen dat ik mij weer helemaal moet opmaken. Precies in die look. Dat kost me ook weer like anderhalf uur. En dat ik dan alsnog nog 3 foto's moet maken voor jullie. Dat had je mij al van tevoren moeten vertellen. Snap je wat ik bedoel? Je moet mij van tevoren vertellen. Hey, wij willen een video hebben en 3 foto's. Want dan maak ik die video. Dan ben ik nog opgemaakt. En dan kan ik ook gelijk die foto's maken. Dus je kunt maar niet achteraf nog zeggen van, oh ja, we willen ook nog foto's. Ja, zo werken die dingen niet. Dus dat heb ik ook gezegd. Dat was ook niet zo chill, maar uiteindelijk kwam nog alles goed. Dus dat soort dingen denk ik echt bij mijn eigen, oh man, man, man. Ben je wel eens beïnvloed door andermans meningen over een product? Dit is dus de reden dat wanneer ik weet dat ik een product ga reviewen, dat ik er geen andere video's over wil kijken. Omdat je toch ook gewoon onbewust sla je de mening op van de ander. Dus als ik er een aantal video's over bekijk en al die mensen vinden het slecht en dan ga ik het doen in een video, dan automatisch in mijn hoofd ga ik er al in met een soort van mindset van, oh, het gaat vast slecht zijn. En dat beïnvloedt toch onbewust een beetje mijn mening. Dus vandaar dat ik dat altijd bewust gewoon niet wil doen. Ik wil gewoon fresh de video maken zonder ook maar iemands mening te horen, om echt gewoon goed uit mijn eigen te kunnen bepalen wat ik ervan vind. Maar ik heb ook vaak genoeg gehad dat ik er wel een video over heb gezien en dat toen ik het aanbracht, vond ik het wel goed of juist slecht, ondanks wat de andere persoon zegt. Dus
ja, het kan een beetje allebei de kanten opgaan, maar toch doe ik het gewoon liever niet. 16, de laatste vraag en ook een van de meest juicy vragen. Zijn er andere influencers die jou echt irriteren? Ja, oh my god, er zijn echt een aantal die ik gewoon niet wil zien. Omdat als ik hun hoofd al zie, irriteer ik me gewoon eraan. En dat zijn zo, als ik ook al net zei, gewoon echte mensen die echt oppervlakkig zijn. Jullie kunnen zelf gaan invullen wie die mensen zijn. Ik ga verder geen namen noemen, maar oh mijn god, af en toe komt het echt mijn strot uit. En dan denk ik echt bij mijn eigen, oh mijn god, hoezo volgen mensen jullie? Dan sta ik ook gewoon een beetje versteld van het feit dat ze überhaupt een fanbase hebben. Dan denk ik echt, zien jullie niet wat ik zie? Zien jullie niet hoe deze mensen gewoon liegen? Bijvoorbeeld, nou komt er echt een juice. Af en toe heb je make-up merken die een product op de markt brengen en dan willen ze reclame maken door middel van een heleboel influencers. En dan word ik gemaild door zo'n bedrijf. Bijvoorbeeld, ze komen net uit met skincare. Skincare is zoiets wat je echt een lange tijd moet gebruiken voordat je weet wat je ervan vindt. En dan vragen hun aan mij of ik gelijk iets erover wil posten. Gelijk wil vertellen, ik vind het goed, terwijl ik het nog helemaal niet heb gebruikt en helemaal niet goed vind. Helemaal, ja, tenminste nog niet goed vind. En dan sla ik het ook gewoon af, want ja, ik ga er niet over liegen. En dan even later zie ik dat andere influencers er wel iets over plaatsen. En dan denk ik bij mijn eigen... Ja, ligt gewoon. Jij weet helemaal niet of je het goed vindt, want je hebt het nog helemaal niet gebruikt. Want je hebt het pas net gehad, want dat weet ik, want ik ben ook door hun gemaild. En denk ik van, oh my god, you are lying. Why the fuck you lying? Kijk, ik ga echt niet hypocriet doen. Ik maak ook hier en daar fouten. Maar zo ronduit gewoon liegen, ja, dat vind ik echt een beetje absurd. Ja, en dat irriteert mij echt mateloos. En ja, en echt vooral oppervlakkigheid. Mensen vloggen zonder inhoud, dat soort dingen. They get on my nerve. Nou mensen, dit was het dan. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video. Ik weet dat jullie altijd houden van sensatie en juice. En dat was deze video volgens mij zeker. Let me know wat je vond van de video. Vond je het gezellig? Vond je het leuk? Vond je het niet leuk? Vind je dit soort video's helemaal niks? Mag je me ook laten weten. Vind jij dit soort video's wel heel leuk? Let me know, want dan maak ik er zeker nog meer. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!